woord aan de heer Azarkan. Gaat u gaan. Voorzitter, dank. Ja, voorzitter, het is eigenlijk angstaanjagend hoe ver data je leven kan beïnvloeden. En zonder dat je het weet. En voorzitter, het is ook angstaanjagend hoe de Belastingdienst burgers tekort heeft gedaan. En hoe ze daardoor vernederd en in de vernieling werden geholpen. Ik heb eens even gekeken, voorzitter, het aantal onderzoeken wat we inmiddels hebben lopen naar aanleiding van alles wat te maken heeft met de Belastingdienst. En ik heb een keer eerder gezegd, alles wat er uit die kast komt rollen, hoe groot is die kast in hemelsnaam? Wat gaat er toch een hoop fout? En als je naar die lijst kijkt, en ik denk als je die onderzoeken hebt, dan kun je echt deze halve kamer kun je vullen. We ontdekten in 2020 dat er een FSV was. Ander woord voor een zwarte lijst. In de zomer van 2019 had ik al vragen gesteld, 96 stuks. Omdat er informatie cirkelde, omdat mensen bij mij kwamen, ondernemers. Maar ook ouders die zeiden, joh, wij worden helemaal binnenstebuiten gekeerd. Ik en mijn familie en ik weet gewoon niet waarom. En voorzitter, de antwoorden toen, dat was veel ontkenning. Er zijn geen zwarte lijsten, er wordt niet mee gewerkt. En nu blijkt dat er wel honderden van dat soort lijsten waren. En voorzitter, dat moet me ook van het hart. We zijn inmiddels 22 maanden verder. 22 maanden verder. En we zien eigenlijk dat we vanaf dat FSV-schandaal, dat maar een topje is. Er komen nog verschillende onderzoeken. En ik vind dat we veel vragen van burgers. Want we hebben ze wel middels een motie kunnen informeren, alleen ze weten nog steeds niet waarom ze op die lijst stonden. Sterker nog, dat blijkt ook helemaal niet te achterhaald te zijn. Dus het blijkt helemaal niet dat we weten en ook kunnen vertellen waarom ze erop stonden. Voorzitter, ik merk ook dat steeds meer mensen hun schouders ophalen. We raken een beetje gewend aan dit soort schandalige informatie. We raken er echt aan gewend en dat doet me ook pijn. Maar gelukkig, voorzitter, hebben we ook nog de autoriteit persoonsgegevens. En die zei, en ik citeer even, zo zout heb ik het echt nog nooit gegeten. Dat was de korte samenvatting van Aleid Wolfsen. En dit lijkt een beetje de moeder aller privacy-schendingen. En het onderzoek van PwC dat een maand lang circuleerde op het ministerie, dat gooit daar nog een schepje bovenop, voorzitter. De conclusies zijn dramatisch. Met de fraude-signaleringsvoorziening was alles mis. Een geheime, niet transparante lijst met rijpe en groene meldingen. Echte fraudegevallen. Maar zelfs als je informatie opvroeg, kwam je op die lijst, voorzitter. Als je gewoon belde naar de Belastingdienst en informatie opvroeg, dan werd je op die fraudelijst gezet. Er stonden meer dan 1000 kinderen op. Minderjarigen. En als er dan een onderzoek was geweest en het was afgehandeld, dan bleef je toch te boek staan als fraudeur. Dat werd gewoon niet weggehaald. En voorzitter, bijna 5000 medewerkers hadden daar zonder belemmering toegang toe. Ze konden dat doorzoeken, ze konden toevoegen en ze konden ook exporteren naar Word. En het is niet uitgesloten dat er ook individuele zaken op die manier zijn ingekeken. En voorzitter, ik las iets opvallends. Ik las dat in 2013 bij de totstandkoming en de bouw van dit systeem, daar zei iemand, er was helemaal niemand van privacy en van gegevensbescherming. En mijn vraag is, waarom is dat eigenlijk? Waarom hebben we die mensen in dienst? Waarom hebben we functionarissen gegevensbescherming? En dan gaan we zoiets als dit bouwen. En dan kan het zijn dat dat toch doorgaat zonder dat dat afgevinkt wordt. Zonder dat die gegevens, functionarissenbescherming daar iets over te zeggen heeft. Voorzitter, die bescherming persoonsgegevens die werden op geen enkele manier getoetst. Het was onduidelijk hoe je op de lijst kwam en ook onduidelijk hoe je er vanaf kwam. Er was geen bezwaar en beroep mogelijk. En eigenlijk in hoofdstuk 7, voorzitter, van de PwC-rapport, daar staat dat heel netjes samengevat. Geen motiveringsbeginsel, onvoldoende evenredigheidsbeginsel, geen zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel is geschonden. Kortom, voorzitter, aan alle kanten zit het fout. En ik zeg, voorzitter, tot slot, we zitten aan het begin. Want we hebben nu 1, maar er komen nog 4 rapporten. FSV in relatie tot toeslagen, particulieren, MKB en nog de externe gegevensdeling. En wij spreken nog met elkaar over de selectie en de risicoselectiemodellen. Voorzitter, tot slot, wat ik
aan de minister, en staatssecretaris zou willen vragen is... wanneer gaat hij over tot het... wanneer gaat hij over, voorzitter, tot het compenseren van de slachtoffers? Helder. Punt. En op welke termijn kunnen we dat verwachten?